Onze derde wedstrijd, Heerenveen tegen Feyenoord. Heerenveen is een beetje weg van de degradatieplekken. Staat 12e, maar verloor vorige week wel kansloos van Heracles. En dan Feyenoord, de club staat 4e, dat is keurig. Van de laatste 4 wedstrijden werden er 2 gewonnen. Er waren er ook 2 gelijke spelen. Mario Been is dus een redelijk tevreden man, zeker over de laatste weken. Overigens speelde Been nog een blauwe maandag voor Heerenveen. In het seizoen 91-92 speelde hij 25 wedstrijden voor de Friese. En Mario Been maakte daarin 3 goals. Allemaal in een wedstrijd tegen NEC. De opstellingen van vanavond. Bij Heerenveen keert de Argentijn Lozada terug in de basis. Hij speelt als rechtshalf. Vorige week stond daar Jan Maat, maar die speelt vandaag als rechtsback, als vervanger van de geblesseerde Breuer. Kevin Hofland staat in het centrum van de verdediging bij Feyenoord. Hij vervangt de geschorste Bahia. De laatste keer dat Hofland in de basis stond, is inmiddels alweer 9 maanden geleden. En de laatste keer dat Feyenoord in Friesland won, dateert alweer van 11 jaar geleden. In september 98 werd het 0-1 door een goal van Tininho in het Abel Enstra stadion. Heerenveen Feyenoord, u hoort Jeroen Elsof. Bronckhorst probeert voor Berends te komen, maar dat mislukt. En dan kan Berends door. Assaidi voor de eerste keer. Daarin duel met Leerdam. Berends met een voorzet die gevaarlijk is. En de eerste kopbal van de wedstrijd wordt gepakt door Van Dijk. Papadopoulos met de inzet. Dinsdag. Papadopoulos die niet voor de eerste keer in de openingsfase de bal inlevert. Bak Nielsen maakt een overtreding. Vrijtrap Feyenoord. En wat pijn aan het hoofd bij Wijnaldum die wel weer snel opstaat. Vrij trap inmiddels genomen. Babovic met de kans en de redding voor Van den Bussen. Bij Heerenveen staan ze niet op te letten. Dat geldt niet voor Van den Bussen. Bij de snel genomen vrijtrap die terechtkomt bij Babovic. Die kan ook spelen op Cisse. Die staat helemaal vrij. Babovic probeert het zelf. En de goede redding van Van den Bussen. Van Bronckhorst. Goede voorzet richting Thomasson. Jan Maat haalt weg. Elm kan nu door. Hij is van ver af. Die zit wat in voor Heerenveen. Papadopoulos langs Vlaar. Papadopoulos langs Hofland. Maar die grijpt daarna goed in. Aanval loopt door. Assaidi. Mooie bewegingen, maar wat levert het op? Assaidi. Deze voorzet. Papadopoulos. Heerenveen gevaarlijk via Papadopoulos. Elm, goed aangenomen. Popov. Popov kan natuurlijk uitstekend schieten als hij daar de ruimte voor vindt. Lozada. Lozada en Van Dijk probleemloos. Grote kansen zijn het nog niet. Van den Bussen trapt in een wedstrijd die maar niet echt op gang wil komen. Met nog een kwartier in de eerste helft. Elm. Het gaat gelijk op. Bij de ploeg aan elkaar gewaagd. Dinsdag. Popov. Goed. Veel ruimte voor Popov. Teruggelegd en wat een mogelijkheid voor Assaidi. Die de bal helemaal verkeerd raakt en daar uiteraard van baalt. Wijnaldum. Cisse. Met Bak Nielsen tegenover zich. Cisse nog altijd. Voorzet, weggekopt door Popov en in één keer geschoten. Wijnaldum en Van den Bussen met een uitstekende redding. Ineens daar Wijnaldum die de bal met wat geluk voor de voeten krijgt. En Thomasson die er in de rebound net niet aankomt. Babovic, te veel risico genomen. Dus greentime. Berends heeft nog niet zijn avond, Berends. Misschien nu. Goeie voorzet. Papadopoulos in één keer. Knap geschoten door de spits van Heerenveen. Inleveren Babovic. Publiek in het Abel Enstra stadion gaat even flink achter Heerenveen staan. Dat druk zet. Papadopoulos komt hier aan. Ja, maar niet krachtig genoeg. Wijnaldum. Van Bronckhorst. Weg is weg. Moet de aanvoerder gedacht hebben. Bovendien ook nog richting Cisse. En Van den Bussen tegen Bak Nielsen op. Dat loopt dan aan de andere kant, maar net goed af.
Biseswar, handig. Net ingevallen voor Babovic. Biseswar. Biseswar. En dat is een gevaarlijke poging. Goede eerste actie van Diego Biseswar. Van Bronckhorst. Biseswar. Cissé. Voor het doel eigenlijk alleen Wijnaldum. Daar komt nu ook Thomasson. Het wordt een hoekschop via Jamma. Van Bronckhorst. Een omhaal van Hofland. Dat ziet er nog gevaarlijk uit. En de bal toucheert de lat, denk ik nog even. Hofland, het ziet er raar uit, maar toch van de bussen met nog een beetje hulp van de lat. Merkwaardige trap van Dingsdag, maar Asaidi gelooft erin en geeft de bal nog voor. Hofland maakt er een hoekschop van, maar een halve meter naar de andere kant en het was een eigen goal geweest. Hoekschop Berends. En Popov op de lat en Bak Nielsen in de rebound. Wat komt Feyenoord daar goed weg. De kopbal van Popov over Van Dijk heen. En dan Bak Nielsen die uitglijdt en daardoor de bal niet tussen de palen krijgt. Feyenoord met de schrik vrij. Makai. Zijn eerste actie, Makai. En hij haalt er een hoekschop uit. Van Bronckhorst trapt. Ver, gevaarlijk genoeg. En de rebound van Hofland. 1-0. Hofland notabene die scoort. Hij viert het met de bank daar waar hij zo vaak heeft gezeten dit seizoen. Kevin Hofland. Juist hij met de 1-0 voor Feyenoord. De emotie op het gezicht bij Hofland zegt toch alles. Al bijna afgeschreven, maar nu goud waard voor Feyenoord. Sibon. Handig, Sibon. Asaidi, daar komt Elm. Daar komt Elm. En Berends, Berends. Nee, bal van de lijn gehaald. De kans voor Heerenveen op de gelijkmaker. Maar Vlaar staat een treffer in de weg. Het heeft lang geduurd, maar het is uiteindelijk in de tweede helft een aantrekkelijke wedstrijd geworden. Makai. En Thomasson. Vlag blijft omlaag. Thomasson. Dinsdag in de achtervolging. Thomasson. Prachtig. 2-0. Tegen zijn oude club beslist hij de wedstrijd. John Daal Thomasson. Prachtig uitgespeeld. Wijnaldum. En dan de vrije doortocht voor Thomasson. En die blijft ijzig kalm over Van den Bussen heen. Zijn 7e van het seizoen. 2-0 voor Feyenoord. Schitterend gedaan door John Daal Thomasson. Popov, Landsaat, Wijnaldum, Leerdam komt mee, kan nu voorzetten. Makai wil de bal graag hebben, hij laat hem lopen. Biseswar, Makai doorgelopen en dat had de 3-0 moeten zijn. Makai laat hem liggen. En dus blijft het bij 2-0. Het maakt voor Feyenoord niet zo heel veel uit dat Makai deze kans mist. Want de overwinning, daar was de ploeg van Been toch al zeker van. Na goals van Hofland en Thomasson. Ja, we konden het eigenlijk allemaal al een beetje zien, Kevin Hofland. Maar kan je toch nog eens vertellen hoe speciaal dit is geweest voor jou? Nou goed, speciale overwinning. We hebben hier lang geleden geloof ik voor laatst gewonnen, dus dan is het wel lekker. Ik had het niet over alleen Feyenoord, maar ik had het toch meer over jouw persoonlijke situatie gezien. De emotie die je toont naar je doelpunt. Ja, maar dat heeft niks met mijn situatie bij de club te maken, hoor. Laat ik dat vooropstellen. Dat zijn gewoon privézaken die gespeeld hebben de afgelopen week. En goed, dan krijg je ook nog eens te horen dat je moet spelen. En dan is het soms best wel moeilijk. En dan moet je focussen op deze wedstrijd op Heerenveen uit. Wat we ook gedaan hebben. En goed, ik ben natuurlijk ben ik ook blij dat ik het ook gespeeld heb. Laat ik dat vooropstellen. En dat we gewonnen hebben met de hele ploeg. Maar dit heeft daar niks mee te maken tot ik gevoetbald heb, hoor. Mag ik vragen waarover dat dan gaat? Of zeg je van, daar praat ik liever niet over? Nee, je mag het vragen, maar nogmaals, het zijn privézaken wat met mijn zoontje te maken heeft. Dus, maar wat het is, dat laat ik gewoon privé. Was dit zo'n avond die ook de andere kant op had kunnen gaan? Nou, je hebt de wedstrijd gezien. Het is nu op dit moment zo dat wij redelijk verzorgd voetbal speelden. Kransen creëerden, onderkant lat en noem maar op.
En aan de andere kant vliegt hij erin. Zo simpel is het.